Hallo iedereen, welkom in Studio HBFV. In deze uitzending nemen we u graag mee naar kazerne Dossin. En wel met een heel speciale reden. Gisteren voormiddag hadden we afspraak in het museum zelf. Een aantal maanden geleden maakten we de overeenkomst met kazerne Dossin zelf om een stuk uit onze collectie in een permanente tentoonstelling te plaatsen binnen de muren van het museum. Gistermorgen maakten we afspraak met Doreen en gingen we over tot de plaatsing van de eerste items. Is omdat we nu met een zwarte ondergrond zitten. Als je dit beter wilt zichtbaar maken, is bij wijze een klein wit fragment wat eronder zit. Ja. Dat gaat helemaal reflecteren in uw glas. Hussein is een regelrechte duizendpoot. In no time had hij een aantal presentatiestukken voor elkaar. Ja. Yes, perfect. Zie ik nu al. Na een paar pogingen raakten we het snel eens over de goede scenografie en de opstelling. Is deze oké? Okay? U kan dus de nieuw tentoongestelde stukken gaan bekijken in de glazen kubus links van de ingang. De stukken zullen de komende 3 maanden tentoongesteld staan met de nodige uitleg en omkadering en daarna zullen ze vervangen worden door andere stukken uit onze collectie. We hopen dat we met deze overeenkomst de geschiedenis van het Sammelager Dossin kunnen vastleggen voor de toekomst. De persoonlijke items van de vele mensen die er opgesloten zaten, op weg naar hun deportatie richting Auschwitz, zullen hopelijk deel uit gaan maken van de perceptie en het inlevingsvermogen wat ze kunnen bieden aan de vele bezoekers. We danken alvast Dossin natuurlijk en hun vele medewerkers voor deze mogelijkheid. Dit is alvast het einde van deze korte uitzending. We hopen jullie terug te zien in de volgende. En alvast tot de volgende keer.